Bij de schaapskooi in Schijndel is vandaag een tweede hopveld aangelegd. Hop is nodig om bier zijn smaak te geven. Het eerste veld is uitgeput na 20 jaar trouwe dienst. Wat is eigenlijk de band tussen Schijndel en hop? Dat is al eeuwen zo. Wij hebben hier een verleden van hop. En ja, tegenwoordig zie je dat nog terug in een café, de Hobbel, en een tennisclub, de Hobbel, en een hockeyclub, de Hobbel. En de carnavalsvereniging heet de Hoplukkers in Schijndel. Maar wij hebben een verleden van hopkuilen als mogelijkheid van bijverdiensten voor de boer in deze omgeving. En die waren er honderden, zo niet duizenden, in de Schijndelse regio waren die aanwezig. En daar zit onze identiteit mee in. De hop wordt verwerkt door hobbybrouwerij Het Hop Belleke. Enthousiaste vrijwilligers die niet alleen maar voor zichzelf, maar ook voor brouwerijen produceren. Waarom was dit tweede veld nou eigenlijk nodig? Nou, het tweede hopveld is zo belangrijk voor de continuïteit van de hop. Hier, het hopveld, is in 2005 aangelegd en de grond die raakt vermoeid. Dus de opbrengst van de hop die loopt achteruit. En we zijn dus toe aan een nieuw veld. Want na 20 jaar dan is het op. Bier en hop, het kan niet zonder. Hop geeft die bijzondere smaak aan bier. Nou, de hop, ja, die is al van vroeger uit. Vroeger hebben we nog andere specerijen gebruikt in bier om bier te conserveren. Dus de hop was in eerste instantie bedoeld voor bier te conserveren. De bitterheid in het hop, dat gaf een houdbaarheid aan het bier.